Ik speel de rol van Lex. En Lex ziet er nu een beetje gehavend uit. Dus later zorg. Daar kan ik niet te veel over vertellen. Gestopt? Ja, stop. Dat is goed. Lex is in Zonnewijk komen wonen. Samen met zijn vrouw Steffi. En zijn zoontje Max. En zijn dochter Roos. Oh ja, Zonnewijk. Levensgevaarlijk. Ah ja. Straks krijgt hij nog een schommel tegen zijn kop. Later. Ja, we zijn dus de nieuwe buren. Ik speel Steffi en Steffi is getrouwd met Lex. En zij komen in deze wijk wonen, maar zij komen hier niet vandaan. En ze komen ook uit een heel ander milieu dan de mensen die hier wonen. Maar het is je misschien niet opgevallen dat ik niet zo'n hele fijne tijd heb op het moment. En ze hebben een geheim. Niet open doen. Waar we zo gedurende de serie achter komen. Iemand met een gat in haar geheugen op onze kinderen laten passen? Ben je wel helemaal lekker? We hebben een licht Rotterdams accent. Ja, gaan we niet gelijk zijn muil slaan? Oh, toch niet? Nee, ik ga gewoon kijken met de jongens of het hem was of niet. Zo'n accent, wat je zelf niet hebt, dat helpt heel erg om iemand anders te worden. En een kutzooi. Ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan, zo lang een accent gehad. Maar je gaat daar ook echt anders van doen. Dus ik vind Steffi een heel leuk personage. Ze heeft het niet zo makkelijk, maar ze deugt enorm. Ik zou er wel vriendinnen mee kunnen zijn.